Trainer Aad van den Berg, we staan hier in Almkerk na een teleurstellende middag. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik vind het vooral heel zuur voor de jongens eigenlijk. Ik bedoel, we spelen echt een hele goede eerste helft waarin Almkerk niks te vertellen heeft. En wij keer op keer doorkomen. Ik denk dat we 4-5 goede kansen krijgen. Ja, dan moet je gewoon een keer met 0-2 voor staan in de rust. En dat laten we na. En er staan nog wel 1-0 achter ook. En, ik denk dat de gifbeker leeg moet, schat ik in. Ja. Nou, we speelden inderdaad een uitstekende eerste helft. Laat het daar wel ontzettend liggen. Want je moet natuurlijk scoren. Maar wat gaat er dan mis in de tweede helft? Nou, in eerste instantie niet zoveel, denk ik. We proberen gewoon weer op te pakken en door te voetballen. En de eerste 10 minuten kwartier was ook niet zo. Was ook niks mis mee. Alleen, dan zit het niet altijd mee. En dan wordt het 2-0. En ja, dan wordt het minder. Hè? Dan wordt het voetballen minder. Dan moet je gaan gokken. En dan doen we op een gegeven moment allebei de centrale verdedigers de spits in. Hoop op die lange bal die een keer goed valt. Ja, dan geef je natuurlijk mogelijkheden weg. Maar ja, het zijn allemaal van die dingen. Het zit gewoon echt niet mee. Weet je, zo'n moment met Mikey voorin dat hij een doodschop krijgt. En dat is geen penalty. En 5 minuten later aan de andere kant wel. Ja, dat zijn van die momenten. Dan is het 1-1 of 2-0. Hè? En ja, dat is gewoon heel zuur. En ik vind vooral voor de ploeg nogmaals. Weet je, het was koud. Het was slecht weer. Niet aansprekende tegenstander. Bla bla bla. En dan toch zo'n partij op de mat leggen, vooral voor rust. Ja, daar heb ik heel veel respect voor. En de jongens zijn ook blijven knokken. Maar ja, het mag niet zo zijn momenteel, dat is duidelijk. Nee, nou staan we zo langzamerhand echt denk ik aan de verkeerde kant van de ranglijst. Wordt het niet tijd om het elftal op de schop te nemen? Nee, ik zou niet weten waar ten eerste. En ik vind als je slecht voetbalt en de jongens doen hun best niet, dan ga je wisselen. Dan ga je het elftal op de schop nemen, zoals je dat zegt. Maar ja, daar is geen sprake van. Die jongens hebben 90 minuten lang geknokt. We spelen een uur lang prima voetbal. Dus ja, ik zou niet weten waarom. Ja, maar je hebt op de bank denk ik wel een aantal talentvolle gasten zitten. En ik ben het met je eens dat we veel pech hebben. Maar als je heel veel pech hebt, is het misschien geen pech meer. Nou, dat denk ik wel. Als je kijkt, die tegenstander of die trainer die biedt na de wedstrijd zelfs excuus aan dat ze gewonnen hebben. Dat hoeft mij ook niet hoor. Ik bedoel, 3-0 is 3-0. Maar ja, goed, iedereen heeft kunnen zien dat we gewoon voor de kleurenblind spelen. Alleen moeten we gewoon doelpunten gaan maken. Zo simpel is het. En we moeten een keer goed vallen. We moeten een keer de eerste maken. We moeten een keer goed vallen. En dan is er niks aan de hand. En dan gaan we echt nu wel klimmen. Alleen op dit moment zit het gewoon niet mee. Aankomende zaterdag moet je de boel weer bij elkaar pakken. Hoe ga je dat doen? Nou, eerst dinsdag maar eens. We hebben altijd dinsdag na de wedstrijd hebben we altijd om 8 uur eventjes overleg samen. En dan is dat de kunst om zoveel mogelijk de ploeg te laten praten in plaats van alleen maar de trainer. En ja, jongens zitten kapot nu ook en snappen er niks van. Een baal als een stier, dus we moeten gewoon weer al die neuzen dezelfde kant op krijgen, want we willen omhoog. Goed, nou dan wens ik je een goede week toe. En dan spreken we elkaar volgende week zaterdag weer. Sowieso. Thanks. Bye.